In Os moet een nieuw bestuur worden gevormd na de samenvoeging met de gemeente Lid. Woensdag 24 november gingen de mensen naar de stembus. En hoewel de SP met 9 zetels als grootste partij uit de bus kwam, heeft het CDA de rol van de partij aan de onderhandelingstafel overgenomen. De SP wilde namelijk niet met de VVD in de coalitie zitten, omdat de partijen het niet eens kunnen worden over de bezuinigingen op de WMO. De partijen VDG, PvdA, VVD en CDA hebben wel vertrouwen in elkaar uitgesproken. De belangrijkste gespreksonderwerpen zijn nu onder meer de financiën. Nou, kijk, wij staan voor hele grote uitdagingen als stad en als gemeente. We hebben een enorme bezuinigingsopdracht. Maar we hebben ook gewoon een aantal hele grote uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid met MSD. Maar ook het versterken van onze economische structuur en een aantal andere ambities. Grote projecten in onze stad die we wel verder moeten brengen, vindt de Partij van de Arbeid. Daar verschillen nog wel zo van mening. We praten natuurlijk nog over de lastendruk. Nou, dat zijn zaken waar we denk ik nog goed over door moeten praten en nadenken ook van het weekend. Ja, er zijn heel veel knelpunten. Want ja, beleid moet je maken en vervolgens moet je kijken of je geld ervoor hebt. We hebben een aantal, franje moet weg. Wij moeten die taken doen die noodzakelijk zijn. Als wij in de vergunningverlening en de handhaving allerlei regels opleggen die ontzettend veel tijd kosten en die nagenoeg niks opleveren, ja, dan moeten wij goed nadenken welke regels willen wij nog schrappen. En de SP zit niet meer aan de onderhandelingstafel. Wat vindt u daarvan? Ja, ik heb vorige week toen men het aangaf dat men zich terugtrok, aangegeven dat ik dat zeer betreur. Omdat het, zeker ook voor de Partij van de Arbeid, maar überhaupt heel erg goed zou zijn geweest als de grootste partij in ons gewoon zo lang mogelijk aan de onderhandelingstafel zou zijn gebleven. Daar was ook alle aanleiding voor om gewoon te blijven zitten. Was het onnodig? Ik vind in ieder geval op dat moment was het nog onnodig. Er was alle ruimte om verder te praten over heel veel dingen die de SP belangrijk vindt. Waren we het eigenlijk eens als je kijkt naar het minima- en armoedebeleid. Natuurlijk was er discussie over bijvoorbeeld de WMO, wat ook een belangrijk onderwerp is. Maar daar zat voldoende ruimte in volgens mij om door te praten. Nou zijn Lid en Os natuurlijk samengevoegd. Hoe gaan deze vier partijen ervoor zorgen dat de burgers, ja, daarachter staan en daarachter blijven staan? Wij hebben altijd heel veel belang gehecht aan de stad, maar ook aan de dorpen. En die dorpen, daar zullen wij ook voor zorgen dat we daar, wat in ons programma staat, volle aandacht voor houden en dus ook voor Lid. Informateur Leo Schoot zegt vrijwel zeker te weten dat Os rond 20 januari over een nieuwe coalitie beschikt.